Goedemorgen, Ralf. Wurmt u zich weer naar boven? Ik ben blij dat ik gered heb. Is dat zo? Ja, zo is het erbij dan in de gang. Doet u zelf in die mening niet meer nodig? Ik vond het wel grappig dat Rob Molenkamp, en ik moet dat nog eens even navragen, maar dat Rob Molenkamp ook zei, zo'n burgemeester die wordt nu voor herbenoeming voorgedragen. Op het moment dat je zou zeggen, nou nee, we hoeven hem niet meer, heb je geen podium op te staan? En dat is exact hetzelfde wat ze ook met de lokale omroep al jaren gedaan hadden. Wel aan het eind van de rit een advies uitbrengen naar het commissariaat. Maar lopende de rit nooit een keer zeggen tegen zo'n omroep van joh, kom eens praten. Want wij vinden dat het zus of zo zou moeten. Doen jullie dat ook? Of doen jullie het heel anders? En waarom doe je dat dan? Niks. Ja, dan is het logisch dat je uiteindelijk aan het eind van de rit ook niet veel te melken hebt. En dat het enige wat je kunt doen. Ja, ja. Is zeggen van nou, doe nog maar een termijn. Ja, of je moet bij de stad Amersfoort ga je een column schrijven. Met de columnschrijver. En dat doet hij al jaren, maar ik vind het niveau van 0,0. Want het gaat alleen maar over de bitterballen en over het bier, degene die dat veroorzaakt. Het is gewoon best een gezellige kerel, een goede kerel ook. Maar wat dat betreft mist hij elk niveau, denk ik, om op dat niveau te kunnen. Te kunnen optreden of daar een mening over te geven met de soms zonder bitterballen. Geef nou eens inhoudelijk wat meer. Maar er staat niks inhoudelijks in. Het is gewoon een of ander Donald Duck blad voor volwassenen. Ja, ik kan er met mijn pet niet bij. Ja, zo is er veel waar wij met de pet niet bij kunnen. Dat zullen we ook wel niet kunnen. De enige peiling die echt telt, dat is 16 maart. 16 maart, daarom vind ik ook van politiek, joh, wat er ook komt. Investeer nou eens in de inwoners. In de communicatie, dat vond ik ook zo. Had ik dat goed gehoord? Ja. Dat er 43 communicatiemedewerkers zijn? Ja, zoiets, ja. Nou, daar merk je als inwoners weinig van, hè? Nou, dat is ook heel goed dat je dat niet merkt. Maar... Hoezo is dat goed? Nou ja, ik noemde dat het bewustzijnsindustrie. Zonder dat jij er erg in hebt, wordt jouw bewustzijn gevormd. Ja. En als je dat dus goed doet, heb je niet in de gaten dat dat gebeurt. Zoals je vroeger een tv of een film in de bioscoop zag en opeens zin had in een flesje cola. Dat kwam omdat je in de film heel snel een kort beeldje had gezien van een flesje cola. Dat realiseerde jij je niet eens, maar opeens dacht je in de pauze, ik heb wel zin in een cola. Nou, zo werken, als het goed is, communicatiedeskundigen ook. Je zorgt dat de boodschap overkomt en dat je zelf uit beeld bent. En dat vind ik zorgelijk, want het is puur his master's voice. Moet dat verhaal over het voetlicht? Doen we dat verhaal over het voetlicht. Wat doet een communicatiedeskundige? De raadsleden is een part-time baan. Hè? Ik heb ook begrepen, minimaal één of twee dagen in de week moet je eraan besteden, want anders red je het allemaal niet. Dat zou je moeten gebeuren, dus ja, oké. Okay. Maar dan ben ik even positief ingesteld. Eventjes. Nou, die kunnen, maar zo'n communicatieman of vrouw, die kan hun taak verlichten in verband met de communicatie naar de mensen toe, wat ze dan willen. En zo'n communicatiedeskundige, die mag nooit zijn eigen mening verkondigen. Die moet de mening verkondigen, degene die die vertegenwoordigt. His master's voice. Dus dat moet hij er dan ook wel even bij zeggen. Hoeft niet, his master's voice. Ja. Hij of zij is gewoon in dienst. Om het verhaal van de burgemeester, om het verhaal van de wethouder, om het verhaal van de coalitie zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. En daarom zegt Molenkamp, doe er ook een paar voor de Griffie die het raadswerk en het raadsverhaal en ook dat van de oppositie over het voetlicht brengen. Maar nee, wat zeggen ze dan? Bestuurlijke vernieuwing, nee, die Griffie, daar hoeft niks bij. Die 10 man die daar werken, dat is genoeg voor die 39 raadsleden. Terwijl er 40 aan het werk zijn voor die 7 mensen in het college. De Griffie die hebben het echt druk en die zullen ontzettend goed werk leveren. Daar hoor je iedereen op zich over. Maar de werkdruk is veel te hoog. Wat denk je als er iemand met vragen komt? Eentje van de coalitie, eentje van de oppositie. Wie denk je wie ze in eerste instantie gaan helpen? Die van de coalitie hoeft niet eens te komen, want die heeft het al aan zijn wethouder gevraagd. En als die wethouder aan de ambtenaren vraagt van jongens, hoe zit dat? Dan hebben ze twee tellen hebben ze antwoord. Terwijl als je van de oppositie die vragen stelt aan het college, hè,
Nee, hè? Dan moet je 7 weken wachten of wat? Ja, maar als je wat wil uitzoeken, dan gaat toch ook via de Griffie? Jawel, en daarom... Nee, dan stel je de vraag toch aan de Griffie zelf. En als die werkdruk te hoog is, dan kom jij onderaan het rijtje te hangen. Nee, nou, wat dat betreft is het natuurlijk te zot voor woorden dat je dan voorstellen om zo'n Griffie van wat extra menskracht te voorzien. Ja. Om inderdaad te zorgen dat ze de hele raad goed van repliek kunnen dienen en goed informatie kunnen verstrekken, dan blaas je dat af als partij die transparantie en bestuurlijke vernieuwing in het vaandel heeft. Nou, dan ben je volgens mij echt het spoorbijster. Hij heeft echt aangekaart en dat zijn geen politieke besluiten waar hij het over hebt als zodanig, maar dat zijn gewoon praktische besluiten over het inrichten van het bestuur. En als dan zo'n VVD Pipo zegt van, ja, maar wij hebben dit hele, die moeilijkheden helemaal niet. Nou, zeg, ga dan solliciteren bij de toneelschool in Amsterdam. De verkiezingen komen eraan, hoor je? Pol krijgt weer een paar autootjes. Zou het allemaal elektrische zijn? Nou, betwijfelen. Of zou het nog steeds op? Nou, betwijfelen. Diesel en benzine, want we krijgen nu wel een impuls om te zeggen, laten we het maar heel snel allemaal elektrisch maken. Ja, oké, dan komen we straks even op. Maar in ieder geval, daar houdt op neer. Blijf je nog lang dan? Nee, ik vat het heel kort samen. A. Dat gaat alleen maar, die gaten die geboord worden, dat kost dan ongeveer 20 miljoen per boring, gelezen. Om de 30 jaar moet er opnieuw geboord worden, want dan is het gat waar ze geboord hebben, waar dat warm water vandaan komt, meer dan 4 kilometer, tussen de 4 en de 8 kilometer diepte, is dan op. Dan moeten ze een ander gat boren, dat kan bij hetzelfde boorstation. Maar dan ben je weer meer dan 20 miljoen kwijt, dat is dan over 30 jaar. Als dat gat gevuld is, dan komt het koude water en het warm water samen en dat koelt dan samen af. Dan moeten ze een nieuw gat boren, kost ook zoveel, kan met hetzelfde bouwstation. Maar het heeft 100 jaar nodig om van de aarde om zich weer te herstellen van die eerste boring. Gaat 100 jaar overheen. Dan zeggen ze op een gegeven moment van, we doen het al zoveel jaren, we hebben zoveel jaren ervaring. Een heleboel zijn aannames, want pas in 2000 is men begonnen met geometrie. En de eerste boringen pas sinds 2007, dus het staat nog in de kinderschoenen. Dus er zijn nog een heleboel vraagtekens bij. Ook met betrekking tot aardbeving, als we beginnen met de trillingen, dan zeggen ze een hele kleine kans, maar dat zeiden ze in Groningen ook, en 30 jaar later was feest. Ja. Heb je hier geen last van. Het enige, als hier onverwachts, en dat weten ze van tevoren niet, gaan boren zo diepte, en ze gaan door een gaslaag heen, dan heb je kans dat het wel tot stand komt. Dan denk ik van, joh, CO2 nul, maar kijk eens in de toekomst wat kan er gebeuren. Het is de aarde die je aan het leegzuigen bent, hè? En koud en warm maakt kapot. Dan ga ik toch voor de kernenergie, met een klein beetje afval wat ze dan hebben, dan dat je de hele aarde uitput. Want het is niet alleen Nederland dat allemaal gaat boren, maar het gaat dan wereldwijd gebeuren. En voor je een paar eeuwen verder bent, dan is het dag met je handje met de hele aarde. Ja. Nog koffie? Ja. Drink dan eerst die koffie eens op, of zal ik die koude weggooien dan? Want nee, helemaal niet. Nee, het is goede koffie. Goede koffie, hè? Ik weet toevallig waar die vandaan komt. Zo, ja, het oude centrum is ingericht dat er een kar met een paard en een berg hooi doorheen moest. Maar niet grote vrachtwagens om de winkels, hè? Dus dat stratenpatroon en dat is daar niet op berekend eigenlijk. Dus je moet gewoon zeggen van jongens, hoe moet dat anders? En onder andere autoluw maken, hem heel beperkt enzovoort. Maar hij zegt dan, als je dat idee hebt, zorg dan dat je de mensen goed informeert van wat is hier precies wel en wat is hier niet de bedoeling. En met name zorg dan dat je, helemaal aan het begin, dat ook positief brengt van joh, welk gedrag verwachten wij hier nou van je? Hè? En niet aan het eind van de rit zeggen, verboden. Nee, want nu zegt hij, nou rijden dus mensen, omdat ze gewoon de veelheid aan informatie niet aankunnen, rijden ze de kamp op. Komen er zelfs tot bij de poort waar ze al helemaal niet meer mogen komen. Maar ja, anders hadden ze halverwege de kamp al moeten stoppen om daar een heel...
Dat hebben ze nou erkend, hè? De gemeente heeft dat tot erkend nu. Ja, kon niet anders. Want het Openbaar Ministerie die zei, doe die camera uit, want we hebben inmiddels al 20.000 overtreders. Ja. Dus er zal best iets meer zijn met jullie informatie, niet? Ja, ik ben wel benieuwd wat hij ervan vindt als inwoner direct. Die vindt dus als inwoner van jongens, als je dat doet, doe het dan goed. En natuurlijk als je ergens aan begint, maak je fouten. Maar zorg dan dat je in een open communicatie snel die fouten constateert. En ook snel iets doet met suggesties die mensen doen. Wat ik vaak zeg, de deskundigen die wonen in de wijk, in de straat waar het over gaat. Niet achter de tekentafel op het stadhuis of 's avonds in Apeldoorn, Maren of Bussum. Nee, die mensen wonen in de straat. En het was juist wel een van de belangrijkste moties van Rob. Om dit te verbeteren. En het wordt zo van tafel geveegd, gaat de prullenbak in. Participatie hebben we het over, toch? Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja, ik volg nou. Ik volg die reacties nou wel. Ja. En dat vind ik. Ja, daar steek je wat van op. Ja. En je leert er dan wel. Je leert elke dag, zeg ik altijd. Nou ja, je moet blij worden. Oppassen dat je niet cynisch wordt. Nee. Vind ik altijd. Want. Nee, dat klopt. Nee, maar dat... ik ben positief met een individuele mensen wil. Ja. Maar hoe ze als college en dergelijke, als gemeenteraad functioneren, in dat harnas wat er is, dat ze dat zelf, dat moeten ze toch ook inzien. Ja. Ja, dat zou je hopen, maar... Maar er zijn voor mij een stel blinde vinken. Die kijken alleen naar binnen gericht en niet naar buiten. En dat vind ik jammer. Ja. En dat is niet nodig. Ja. En als er dan eentje opstaat, een raadslid, na 8 jaar, die suggesties doet om die structuur te veranderen, ook met argumenten omkleed en dergelijke. Maar dat gaat met een lulverhaal en gaat zo de prullenbak in. Ja. Want we hebben toch de meerderheid en we willen geen macht verliezen. Ja. En onze waarheid is de enige die wij volgen en jullie kletsen maar aan. Dan denk ik van, nee, dan is er iets, in het systeem is rot. Dood in de pot. Ja, dood in de pot. Ja, verdomd, dat is niet waar. En dan maar blijven roepen. Nee, maar de politiek moet dichter bij de burger. Nee, maar we moeten samen enzovoort. Maar nee, daar word je cynisch van, Rob. Ja, dat zeg ik dus. Je moet proberen om er niet cynisch van te worden, maar de humor ervan in te blijven zien. Wat ik hoop, hè, dat er gebeurt ook. Hè, en dat een heleboel mensen ook naar Amersfoort gezien kijken en dergelijke. En al die gesprekken ook gezien. Mensen zeggen, de politiek heb ik niks mee. Maar men vergeet, de politiek maakt deel uit van het dagelijks leven. En of je wil of niet, je hebt altijd met de politiek te maken. Met de goede besluiten, met de slechte besluiten, met de middenbesluiten. Maar je hebt er altijd mee te maken. Zodra je voordeur uitgaat, heb je met politiek te maken. Zodra je een huis hebt, heb je met politiek te maken. En dat vergeten de mensen. In mijn directe omgeving vraag ik wel eens, joh, weet jij dan toevallig wat er speelt in de stad? Weet jij toevallig wie daarmee bezig is? Weet je toevallig wie er in de gemeenteraad zit? Op wie heb je gestemd? En welke partij? En weet je wie er voor die partij nou in de gemeenteraad zit? Ja. Weet je of die... En het gros van de mensen, ook in mijn omgeving, heeft geen flauw idee waar het over gaat. En ik, nogmaals, ik neem het hun kwalijk, maar ik neem het ook de politiek kwalijk. Ja. Ben 4 jaar geleden ben ik met foto's van de lijsttrekkers van de partijen de stad ingegaan, om eens aan mensen op straat te vragen, weet u toevallig wie dat zijn? Dan zou je zeggen de lijsttrekkers, hè? Of de fractievoorzitters, die zouden ze dan toch minimaal moeten kennen? Wel nee. Ik weet bij naam, maar nee. Wel nee. Hans Verwegen, die werd er nog het meest uitgepikt. Ja, maar Hans die heeft wel gezorgd dat hij ook in de publiciteit kwam. Maar dat moet toch iedere politicus doen? Dat moet iedereen doen. Precies. Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld dan. Ze nemen hem kwalijk dat hij het doet. Nee. Maar zij doen het niet.